Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Het is oppasdag. En bij wie ben ik dan? Wie ben jij? Ja, dat zijn mijn sleutels. Mag ik die hebben? Dankjewel. Het is dicht. Donderdag 6 april. En ik heb best wel opstartproblemen. Maar Elisa helpt me daar gewoon een handje bij. Want... We hebben net aangekleed en we hadden al lekker een volle luier. Dus er wordt niet over nagedacht vandaag. We gaan linea recta op oppasstand. Ik heb een slechte nacht gehad. Maar ja, dat kwam toch ook nog steeds omdat ik zo verstopt zat. Maar het zal zo wel goed komen. Maar ja, in principe ben ik voor 8 uur natuurlijk niet echt mens. Oeh, jij zit in je oogjes te wrijven. Ben jij soms ook een beetje moe? Nee, we gaan niet buiten spelen nu. We gaan even binnen spelen. Tante gaat even ontbijtje voor zichzelf maken. Mia gaat even fruitje eten. Mijn stem is op zich wel weer beter. Wat is er? Tas. Ja, nee, dus camera, geen tas. Vind je mooi? Ja. Ja, is mooi. Is vogeltjes. Chip, 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 chip. Ja. Hele leuke outfit heb jij aan. Lieve schat. Zullen wij jouw favoriete serie even inwisselen voor mijn favoriete serie? The Bachelor. Bachelorette. Vond je vorige week ook heel leuk, weet je nog? Ja? Je zegt geen ja. Je weet gewoon waar ik het over heb. Naar Monica Geuze kijken en Sylvia Geersen. En dan mag jij lekker kleien. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik heb mijn... vriendin net naar bed gebracht. En in plaats van dat ik zelf een dutje doe, ga ik toch even aan het werk. Want door mijn ziek zijn loop ik een beetje achter. Ik heb ook geen extra video voor morgen. En ik zit een beetje te twijfelen of ik of morgen eventueel live ga en het dan zo oplos. Of dat ik nu nog wat ga bedenken. Dus ik ga even kijken of er iets uitkomt vloeien wat ik nog kan oplossen. En anders kies ik gewoon voor de makkelijkste weg. En dan ga ik morgen gewoon avond ergens live, denk ik. Aangezien ik toch pas laat hoef te beginnen bij het gelag. Is het op zich wel de makkelijkste optie. Ik heb samen met mijn meisje nog even 2 uurtjes geslapen. Dat wil zeggen, zij heeft gewoon bijna 4 uur geslapen. Dus ik heb, nadat ik alle hoognodige dingen had gedaan, ook nog even gepit. Ik moet zeggen dat ik er altijd wel nog brakker van word. Maar ik denk ook wel dat het goed voor me was. Dus nu zijn we lekker aan het kleuren in het Nijntje kleurboek. Boek. En ze heeft haar tasje om. En wat staat er op jouw tasje? Yo. Een bloem, goed zo. Dag. Dag, oh ga je zwaaien. Doe maar zwaaien. Goed zo. Wij doorbreken een patroon vandaag, want Suus is er niet. Dus we hebben gekozen voor Döner Corner. Ik heb een Turkse pizza. Wat heb jij? Kapsalon? Een kapsalonnetje. Dacht ik al. Lekker gezond. Lekker gezond, nou dat dan weer niet. Maar hey, het blijft donderdag hè. Ik ben ondertussen weer terug en u kunt aan mijn wangetjes wel zien... dat we inderdaad nog naar de Sundays zijn geweest. Super fijn. Ik denk dat dit de laatste keer is hoor. Want in principe ga ik ongeveer 1 keer in de 3 weken. En ik ken alle tegens. En ik weet ook, jongens, doe het alsjeblieft niet als je geen gevaar wil lopen. Want dat zit er gewoon wel in. Maar ik heb dus zeg maar echt zomers heel erg last van zonneallergie. En als ik het bijhoud... met 1 keer in de 3 weken, 1 keer in de maand. En ik ga ook altijd onder de lichtste zonnebank. En ik zet de gezichtsbruining ook altijd op de laagste stand en na 10 minuten uit. Dan heb ik dus de hele zomer geen last van zonneallergie. Dus ja, dat is de reden waarom ik het voornamelijk doe. Maar nu komt de zomer eraan, dus dan kap ik daar ook gewoon mee. En ik dacht, ik ga deze even proberen. Die zat in de... Beauty Evoke box. En ik dacht, dat kan ik wel gebruiken. Oh, dit is eigenlijk een daggel. Maakt dat uit? Ik ben echt zo iemand die dat er gewoon op elk moment opsmeert. Minimaal 1 keer per dag aanbrengen. Bij voorkeur 's ochtends. Oké. Dat is dan iets voor morgenochtend. In dat geval ga ik gewoon even voor mijn go-to. Die ook uit die box komt. Dit is die crème die eigenlijk 100 euro was, normaal gesproken. Ja. Ik zweer het, hij is nu bijna op. Ik zou hem opnieuw kopen, want hij is zo fijn.
echt mijn meest favoriete item ooit uit die box. Dus nog steeds een aanrader. Maar ik ga wel lekker mijn bed in. Ik heb even met mijn oma geappt over morgen. Omdat ik toch ook nog niet zo fit ben. En ze dan toch liever geen risico loopt. Dus mijn moeder gaat er nu 's middags heen. En dan neem ik nog een nachtje vrij. Omdat ik wel echt... Tijdens het zwemmen raak ik mijn stem dan nog meer kwijt. En dan praat ik natuurlijk ook veel. Maar ik denk ook een beetje door dat chloor of zo. Dan wordt het weer even wat erger. Maar ik denk wel dat het de meest verstandige beslissing is. Zoveel poesjes. Dus nou, ik ga lekker mijn nest in. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.